Bij Ajax met nummer 35 Koffie Mensah in de basis als vervanger van de geschorste Mario Melchiot. Verder ontbraken bij de Amsterdammers Laudrup, hij is ziek. En ook de geblesseerde Liedmanen en Tobiasen. Martin Jol speelt in een klassieke 4-4-2 opstelling met Torma en Van Hout voorin en Laval en Van der Leur aan de zijkanten. Arno Dominik zit op de bank. Ajax Roda JC met het commentaar van Hugo Walker. Frank de Boer. Roda JC de enige ploeg die Ajax puntverlies heeft kunnen bezorgen. Via dat 1-1 gelijke spel op 30 oktober. Maar Roda is ook bezig is aan een vrije val. 3 nederlagen op rij met 1-0. En dat doet pijn op Kaalheide. Olijzee. En was dit een overtreding of was het het niet van Baba Anguilla? Raakt niet zijn tegenstander. In dit geval Mores. Nog eens even naar kijken. Zou kunnen, moeilijk te zien. Babangida scoort, verkeerd opstellen, verkeerd terugkoppen. Bedankt, zegt Babangida, dan maak ik hem maar. En Ajax staat voor met 1-0. Het is de 9e goal van Babangida. Van Hout. Gerry Zenden. Schops op rechts. Van der Leur. Ja, Zenden stond er toch nog. Kijken of hij die bal goed voor kan trekken. Aardige kans. En wat heet? Daar wordt Torma. En Ajax speelt het spelletje heel slim. Babangida speelt amper rechts voorin. Dani speelt amper links. Maar spelen met z'n drieën in feite naast Arveladze. En dan moeten die middenvelders opkomen. Bijvoorbeeld Witsche. Bijvoorbeeld Ronald de Boer. Witsche. Zier. Witsche, Blind. Ronald de Boer. Arveladze. Babangida. Witsche. Ajax houdt Roda onder druk. Ronald de Boer. Ajax heeft natuurlijk iets goed te maken naar die 1. Prachtige beweging Babangida. En gepakt. Delwart. Dani, bal moet naar rechts. Heeft Witsche goed gezien. Koffie Mensah. Grote Boer. Appel voor Hens van Mores. En nu kijken we naar Ronald de Boer. En de bijna intikker van Babangida. Zenden. En dat is een deurvalletje. Ooien. En van dichtbij. Maar geen goal. Inzet was van Van Hout. Eerste hoekschop voor Roda. Van der Leur neemt hem. Vrede krijgt die bal verkeerd op zijn hoofd. Torma. Torma, mooi gedrukt schot, goed opstellen, Edwin van der Sar. Opvallend deze wissel, 20 minuten gespeeld. Dani wordt eruit gehaald. Zag geen blessure eerder gezegd. En ik denk dat Olsen gewoon niet tevreden is over Dani. Rudy komt erin. Arveladze, Blind. Mooie bal. Net naast Babangida. En daar verkijkt die verdediging zich steeds op van Roda. Die is geconcentreerd en denkt dat Babangida wel op rechtsop zal duiken. Maar die duikt steeds in het centrum van de aanval op. En dit scheelde weer heel weinig. Bijna 2-0.
Valgaar. Van der Leur. Laval, Van der Leur. Komt die bal terecht bij Ooyer met een goede paas. Laval. Torma. Zenden, naar voren geslopen. Ooyer. Rudy vult het gat op voorin op rechts. Ron de Boer kreeg een duw. Snel genomen. Arveladze. Arveladze. Lift die bal over. Wat een dot van een kans. En wat een subliem genomen vrije schop van Ron de Boer. Dit. Kijken. Pasen. En dan had Arveladze veel meer mee moeten doen. Nog steeds die krappe voorsprong voor de Amsterdammers. 57 minuten gespeeld. En het zal Roda toch niet gebeuren dat ze vier keer achter elkaar met 1-0 gaan verliezen. Overtreding Frank de Boer. Aardig uitgelokt door Van Hout. Snel genomen die vrije schop. Dominic. Van Hout. Kan geen kracht achter die bal zetten. Kans voor Roda. Vrije schop Mores. Goed doorgekopt. Van Hout. Mooi schot van Torma. Goed gestopt op de vuisten. Van der Sar. Maar Roda komt. En Ajax heeft het moeilijk. En dan gaat hij er nog niet in. Dan blijft die gelijkmaker nog even weg. Maar Roda verdient die gelijkmaker. Want Ajax laat het knoeiwerk zien. Sar. Bal richting Witsche. Goed werk van Sier. Dan brengt die bal bij Arveladze. Sier. Goed opstellen van Regilio Vrede. Witsche, mooi gestift balletje. Prachtig. Mooie omhaal ook van Arveladze. Maar de manier waarop Witsche Arveladze aanspeelde, daar ging het om. Kijk, dit is het werk. Bal van onder raken, gestift. Rolt die bal niet verder. Kun je die bal snel onder controle krijgen. Hoogtepuntje in dit duel. Mores. En Sibon. Tom Sier. Sier. Arveladze voor. Wordt heel aardig gevoetbald nu. Sibon. Zelf moeten schieten, maar had moeten passen. Koffie Mensa, Ronald de Boer. Mooie bal, mooie bal. Prachtige paas van de Boer. Wat moet die daar nou? Sibon schiet die bal over. Had het wat rustiger aan kunnen doen. Maar vooral de paas daaraf afgaand van deze man, Ronald de Boer. Over een groot aantal meters op Babangida was subliem. Sibon, corner. Hoekschop Ajax. Ik dacht aan het doelpunt van Arveladze. Het werd niet gegeven. Was de bal erachter of niet? Witsche. Nog eens kijken naar die kopbal van Arveladze. Hoekschop van Ronald de Boer. De kopbal van Arveladze. En er is puur hands van Erik van der Leur. En er is een penalty, zonder meer.
Olysee. Olysee. Dat is een goede bal. Een hele knappe bal. Arvelatse op de paal. Tja. De tweede goal is Ajax niet gegund. Dus gaat Roda op zoek naar die gelijkmaker. En die tweede helft is heel interessant geworden natuurlijk. Assistentie van Ronald de Boer. En een heel verrassend opkomen van Olysee. Dat is dapper, dat is heel goed. Met Babangida voor Babangida. Olysee moet het dan. Ik wilde zeggen, Olysee is de maker in feite van de tweede goal. En hoe kan Babangida missen? Prachtig werk van Sunday Olysee. Van der Sar. En dan is het afgelopen, wel een vlakke eerste helft. Een heel interessante tweede helft. Ajax mag heel blij zijn met deze overwinning. En sneu dat dit nu al de vierde nederlaag op rij is met 1-0 voor Roda JC.